Vierde koers, PSV Zuidhoorn Runners Grasbaan Trofeeprijs. En Haya Alki komt voor de eerste keer op gras. Ja, nee. Het is een paard met een hoop talent. Alleen een beetje krachttekort. En eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als Ivana. We willen gewoon een beetje een rustig koersje kunnen geven. Zorgen dat ze wat leert en dat ze wat meedoet. En dat ze het gewoon goed af kan maken. Ze vertrekt heel goed. Ik heb er even een paar keer geoefend en dat gaat hartstikke goed. Dus ik draai gewoon om, rij weg en dan kijk ik wel hoe het zich ontpopt. Is ze heel goed weg, kan ze van kop af. Is ze wat minder weg, gaat ze vanuit het veld. Dat maakt niet zo heel veel uit. Maar we gaan echt gewoon puur voor het vertrouwen. Alleen, als ze blijven lopen en alles mee zit, ja, doe je wel gelijk vooraan met haar. Maar dit is de reden dat je zelf rijdt en niet gebruik maakt van een catchdriver die wat meer wil? Ja, dit is echt de reden waarom ik deze twee paarden zelf rijd, dan Haya en Ivana. Gewoon puur voor de ervaring en geen druk erop van een catchdriver. Normaal, Misha luistert fantastisch hoor, maar ook even in samenspraak met de eigenaar hebben we deze keuze gemaakt. Je laatste koers maar was niet goed? Nee, het was niet goed. Heet, naar en dwars en een paar dingen veranderd en dat lijkt nu goed. Maar ja, dit is de eerste keer dat het getest gaat worden, dus we gaan het zien. Je houdt een hele grote slag om daarom. Nou, een klein slagje. Wel positief. Ik weet wat ze kan en dat zeg ik, de bocht is een groot paard, dus even de bocht aanvoelen. Maar als het voorwerk goed gaat, dan kan ik het slag misschien laten vieren.